Het is al een hele tijd geleden sinds mijn laatste vlog. Een hele bewuste keuze eigenlijk, omdat heel hard werken en papa zijn wel heel moeilijk samengaan. Dus ik moest even keuzes maken. In februari zijn wij de trotse ouders geworden van ons dochtertje Madison. Onze pride and joy. Toch, ondanks het papa worden en de enorme lockdown van het afgelopen half jaar, hebben we met Jazz Move best nog wel wat toffe dingen kunnen doen. Zo heb ik gesproken bij het Techniek College Rotterdam over de rol van leiderschap in het borgen van je pedagogisch kader als school. Daarnaast heb ik op uitnodiging van Ter Haven Change Management mijn verhaal gedeeld bij een bijeenkomst van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En over Ter Haven Change Management gesproken, ik heb natuurlijk al een keer gezegd dat we een heel tof boek met hun gingen maken. Drie keer raden wat voor mooi pakketje er gisteren is afgeleverd. Ja, ja, hij is er. Gedragsverandering vanuit kwetsbaarheid. Het veranderverhaal van de jongeren van Jets. En wat ben ik trots op het eindresultaat. Zo trots dat het juist de veranderverhalen van onze jongeren zijn en de methode van onze coaches die als lessen dienen voor leidinggevende, managers, maar eigenlijk alle professionals, dus ook onderwijzers, social workers die bezig zijn in hun werk met gedragsverandering. En wil jij gedragsverandering vanuit kwetsbaarheid nu al kopen? Doe dat dan bij managementboek.nl. Tof om te weten is dat de volledige opbrengst wordt geschonken aan Jets Foundation. Een van de toffe dingen die we doen om het boek te promoten is portretfilms maken van de jongeren die mee hebben gewerkt aan het boek, om het boek ook een gezicht te geven. Dat kunnen we hier doen in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Dank daarvoor en met de hulp van Dai Wei van Point Pictures en met de hulp van Mark. Heel mijn leven ben ik aan het verhuizen geweest. Ik maakte moeilijk vrienden en had hierdoor een laag zelfbeeld. Ik ben nu onderweg naar de optimale samenwerking in Capelle aan de IJssel, waar Don de Haan me heeft gevraagd om mee te werken aan zijn podcast De Regisseur. Hierin praat hij met mensen die bezig zijn met innovatie en samenwerking in het sociaal domein. Ik ga hier mijn visie delen over ondernemerschaps- en gedragsverandering met het werk dat wij doen met Jets. En vanzelfsprekend ga ik ook vertellen over ons boek. Kwetsbaarheid van jongeren maakt ook dat ze voor het eerst in verbinding echt kunnen komen met anderen. Want als jij een masker op hebt, ziet niemand ooit jouw echte gezicht. En dan kan iemand ook nooit echt handelen naar wie jij bent. In een van mijn vorige vlogs liet ik al een klein beetje doorschemeren dat er een hele bekende coach uit de sportwereld een bijdrage heeft geleverd aan ons boek. Who's that Pokémon? En samen met Pride, een van onze jongeren bij Yes Foundation, ging ik bij deze bekende sportcoach op bezoek om hem het eerste exemplaar van dit boek te mogen overhandigen. Ik ben Preit, ik zit naast coach Peter en we zijn onderweg naar Louis van Gaal. Natuurlijk een echte legend, belangrijke coach van Nederlands elftal. Ik heb echt veel zin in. En als je een vraag mag stellen aan Louis van Gaal, wat zou het dan zijn? Hoe die de spelers kan overhalen om door te gaan en niet te stoppen. En gewoon de motivatie uit de spelers halen. Dat lijkt mij belangrijk om te weten over hem. Tof. Laten we kijken of we wat van hem kunnen leren. Dankjewel. Het is een grote eer om die van jou te mogen ontvangen. Dankjewel. En ik vind dat jouw coach jou zeer goed hebt opgevoed en opgeleid. Je spreekt met twee woorden en in een U-vorm. Dat maak ik zo weer mee in Nederland. We zitten hier gewoon in de auto met de legende hemzelf, Louis van Gaal. En nou, Pride in the back. Dat valt wel mee, natuurlijk. Maar ik wens jullie heel veel wijsheid, geduld, maar vooral empathie toe naar jullie kinderen. Ik heb hier Pride achter in de auto. Fantastische naam. Trots. Mm-hmm. Voor degene die het niet kunnen vertalen. Ha, 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 ha. Geweldig opgeleid door jullie. Dus ik zou zeggen, hou dit vol. En ik ben trots op jullie. Nou, we komen nu terug van Louis van Gaal. We zijn met hem naar een voetbalpleintje geweest. We zijn bij ze thuis geweest. Ja, het was gewoon super leuk. Het is een rustige man. Ja, hij heeft me veel dingen geleerd, veel dingen gezegd, waar ik gewoon heel veel aan heb. En we zijn nu terug aan het rijden. Ik vond het echt heel leuk om hem te ontmoeten. En ja, echt een hele lieve man.
echt tof om te weten is dat wij op maandag 20 september een leiderschapssymposium organiseren die volledig in het teken van het boek zal staan. Dat doen we vanuit de garage Kleiweg van de RET, een unieke locatie. En een van de hoofdgasten die aan tafel zal aanschuiven is burgemeester Abu Taleb. Dus dat wil je niet missen. Laat ons alvast weten dat je dit heel graag wilt zien en schrijf je in via jetsmove.nl/boek.